Ik spreek tot u als burger in onze democratische samenleving en ik klaag u aan. Ik klaag de leden, ik klaag dit huis aan. En mijn aanklacht is vervat in een zevental verbijsterende vragen. Nou meneer, dit is allemaal helemaal in orde. Oké, nou super deluxe. Ja, inderdaad. Nou, ik dank u hartelijk voor de medewerking. Ja, u kunt u voorstellen dat af en toe dan mensen een klein beetje schrikken als er misschien iemand staat te filmen over bepaalde dingen. Ja, dat snap ik. Dus ja. Ik wil iedereen vragen om hier geen opname te maken, maar u wil meteen een helpende hand bieden. Is dat bij uitzondering is hier in de Kamer geregeld dat deze bespreking gaat vastgelegd worden en komt notabene beschikbaar op YouTube. Dus ook de Tweede Kamer gaat mee de 21ste eeuw in, zullen we zeggen. Waarom laten we het voordeel uit geldcreatie niet ten goede komen aan het algemeen belang? Waarom leren scholieren, studenten en journalisten niet dat commerciële banken de geldpers in handen hebben en voor eigen belangen exploiteren? De laatste vraag. Waarom weet 99,9% van onze bevolking niet hoe dit geldstelsel werkt? Kleine toevoeging. 99,9% van de bezoekers, 110.000 mannen en vrouwen, veelal hoog opgeleid, van onze voorstelling door de bank genomen, denkt dat de staat over het geld gaat. Dat de staat de geldhoeveelheid creëert en beheert. Dat wordt ook door iedereen als logisch en rechtvaardig beschouwd. Dank u wel. Over het geldstelsel. Daar is vanmiddag een vergadering over, hier in de Tweede Kamer. Wat zouden jullie ervan vinden als bijvoorbeeld iedereen in Nederland een basisinkomen zou krijgen? Nee. Nou, ik zou dat wel goed vinden. Ja, ik ook wel eigenlijk. Dan heeft iedereen wel gewoon geld. Maar het is ook wel een beetje oneerlijk, van de mensen die dan hard werken, die krijgen dan hetzelfde als mensen die niet hard werken. Ja. Nee hoor, want mensen die hard werken, die verdienen er gewoon bij. Dat vind ik een heel goed idee. Ja. Ja. Want dan is het gewoon dat iedereen wel wat inkomen heeft en dan dus niet op straat hoeft te leven. Moet u nou vaak werken zo hier in het Binnenhof? Nee, eerste keer. Eerste keer. Ja, het is een keer wat anders. Ik vind een beetje zo gelijke monniken, gelijke kappen. Ik lees vaak in de krant dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Ja. Ik hoor ook vaak dat er steeds meer mensen naar de voedselbank gaan. Dus dan vind ik dat iedereen wel een gelijkwaardig inkomen mag hebben. Los daarvan mag ieder ook zijn inkomen zelf verhogen, naargelang hij zelf de mogelijkheden heeft. Digitalisering komt eraan. Wij hebben het over digitaal gartaal geld. Dat wil zeggen geld dat je in bezit kan hebben zoals gartaal geld. De veiligheid heeft van gartaal geld. En het betaalgemak en het beheergemak van giraal geld. Dat is iets nieuws. Dat is nog helemaal niet, laat ik zeggen, in Europese verdragen dichtgetimmerd. Daar kan lidstaat Nederland gewoon direct mee beginnen, is mijn visie. Dus waarom dat niet al gewoon gaan doen? Die ontwikkeling komt eraan. Ga er ervaring mee opdoen. Dat is heel belangrijk, anders dan weet je niet wat je gaat gebeuren. Want anders komt het wel vanuit Goldman Sachs of weet ik veel wie die ermee gaat beginnen. Laten we dat zelf doen, als democratie. Dan het grote verhaal, de big picture. De big picture is dat we zeggen, alles wat we nu verstaan onder geld, betaal- en spaargelden, dat zijn nu eigenlijk beloftes van banken. Daarvan zeggen wij dan, in de big picture, converteer dat naar het nieuwe digitale, hartale geld. Kummer van Dyson, die hebben dat iets anders uitgewerkt, maar wij gaan iets verder naar die digitalisering toe. Maar waar het voor de Nederlandse situatie op neer zou komen, is dat er ineens een meevaller zou zijn van 700 miljard voor de Nederlandse overheid, die namelijk dan even dat nieuwe geld moet gaan maken voor de hele bestaande geldhoeveelheid. De banken moeten dat dan kopen, omdat namelijk die rekeningen die ze hebben, die moeten gedekt worden nu door dat nieuwe geld. En omdat die banken dat hebben gekocht, die kopen dat op krediet bij de staat. Dat is allemaal gewoon boekhoudkundig opschrijven. Vervolgens kan dan de staatsschuld in handen van die banken worden weggestreept tegen de vordering die de staat heeft op die banken, wegens dat nieuwe geld dat gecreëerd is. En daarmee is de staatsschuld in handen van de banken weg. Er wordt geen rente meer overbetaald, is gewoon verrekend. Dan zijn er nog enige honderden miljarden over.
En die zouden, dat is het voorstel van meneer Koemhof, en dat hebben wij graag overgenomen, als burgerdividend kunnen worden uitgekeerd aan alle bewoners van Nederland, alle burgers van Nederland. Onder deze voorwaarden, zij moeten daarmee voor eerst hun schulden af gaan betalen, tenminste voor zover dat gaat, vanuit dat geld dat ze hebben. Dan krijgen we een hele intense, hele instantane, hele belangrijke reductie van schuldenlasten. En dat is voor ons prioriteit. Want namelijk, in het huidige monetaire stelsel heeft geld een prijs. Is het belast met schuld, maar vooral met schuldenlasten. En daardoor kan op een zeker moment de economie niet meer groeien, omdat de economie niet meer nog meer schuldenlasten kan dragen, om, laat ik zeggen, de geldhoeveelheid mee te laten groeien met de economie. Vandaar dat we in een stagnatie zitten en voorlopig waarschijnlijk ook zullen blijven. Voor banken is het gewoon niet interessant en te risicovol genoeg om nog verder te expanderen daar waar de schuldenlasten zo hoog zijn. Dus die moeten worden gereduceerd. Dat vinden banken zelfs ook. Die willen ook dat overheid geld bij gaat maken. Maar wij willen dat structureel en fundamenteel oplossen. Dus door deze conversie, waarbij de schuldenlasten in één keer heel hard naar beneden gaan, waardoor, laat ik zeggen, de geldhoeveelheid niet meer gekoppeld is aan hoeveel schuldenlasten een maatschappij kan gaan dragen, maar aan wat de welvaartspotenties zijn die er in een maatschappij besloten liggen. Nederland heeft de beste kaarten in handen wat mij betreft wereldwijd. Supergoede universiteiten. We hebben een historie van publiek-private samenwerking. Overigens, ING was mijn eerste klant. Dus dat geeft wel aan dat het anarchistische valt ook wel mee. Want ik werk met meer dan 40 publieke en private partijen. Ook allemaal met gevestigde belangen. Om gewoon een stap vooruit te komen. Elk jaar weer. Je moet het niet in één jaar willen oplossen. Maar gewoon stap voor stap dingen ontdekken. En dan weer verder komen met elkaar. En ook het debat blijven voeren over de lastige vragen. Want ja, anders dan los je het niet op.